Ayoub is een jonge boer met een enorme passie voor zijn werk. In de serie Expeditie Noord-Holland onderzoekt hij hoe het boerenleven er in de toekomst uitziet in onze provincie. Gaan we ons eten op een andere manier produceren? Ayoub is nieuwsgierig en zoekt naar antwoorden. Vandaag gaat Ayoub in de gemeente Hollands Kroon op bezoek bij een vogelvriendelijke agrariër. Ja, maar deze niet. En een jonge akkerbouwer die bezig is met waterbeheer. Maar eerst gaat Ayoub naar Sloten, waar Sandra en Siem de tulpenkwekerij Munster Flowers runnen. Wat ik vandaag ga ontdekken is dus de duurzaamheid. We gaan echt op in we gaan ons helemaal verdiepen in duurzaamheid en of er nog toekomst in zit. En ja, let's go. Laten we gaan. Hey, goedemorgen. Hey, ik ben Ayoub. Ik ben Sandra, de boerin hier. Munster Flowers produceert zo'n 8 miljoen tulpen. En dat doen ze duurzaam. Zelfs zo duurzaam dat ze een A+ certificering op het gebied van duurzaamheid hebben gekregen. Ja, dat klopt. En wat maakt dit bedrijf dan zo duurzaam? Dat heeft met allerlei dingen te maken. Dus dat gaat een stukje over gewasbeschermingsmiddelen, energiegebruik, recycling en allerlei dingen, meststoffen. Dat komt allemaal samen in een systeem en daaruit blijkt dat we dat op een heel duurzame manier doen. Nice. Sandra heeft haast, want ze moet zich klaarmaken voor een buslading Duitse toeristen. Ze stelt Ayoub voor aan haar zien. Goeiedag. Ayoub. En hij gaat alles vertellen over de tulpentel. Oké, perfect. Ik doe elke ochtend even zo. Streel ze een beetje. Het zijn voor mij ook een beetje mijn kinderen. Siem is trots op zijn tulpen. De tulpen worden gekweekt op aarde en zand en zijn mede daardoor van hoge kwaliteit. Dit zijn broer en zus. Oké. Dit is Orange Princess. En dit is Red Princess. En als je ze bij elkaar doet, is het incest. Nee. Nou, dit hier, gaan we de bossen maken, Ayoub. Okay. Hier bij de band worden ze netjes op de band neergelegd. Als het brood op tafel brengt, ben ik daar. Zou ze het gewoon kunnen doen, hoor. Ondertussen arriveren de Duitsers. Zo, goedemorgen. Gelukkig hebben ze die zonne meegenomen. Eindelijk maar. Sandra kan wel een paar extra handen gebruiken. Even het kopje pakken en even inschenken. Oh, pakken en inschenken. Want okay. Als het een beetje druppelt, zit bij die mensen op schoot. Dat wil je niet. Papakee, bitte schön. Bij de thee. Nou, wat een gezelligheid, hè, met al die toeristen zo, Joep. Bij ons op het terrein. 100%. Daar komen ze alweer. Een dikke groep. Maar even terug naar het verhaal. Ayoub wil weten wat het bedrijf zo duurzaam maakt. Ja, en dit zijn onze zonnepanelen. We hebben er eerst 1500 op de daken gelegd van de bestaande schuren. En een aantal jaren later hebben we er nog 1200, 1300 hier op dit dak gelegd. Dit is ongeveer 500.000 kilowatt aan stroom wat hier per jaar opgewekt wordt. Oh. Nou, hier lopen we naar het waterbassin. Zeg maar, al onze kassen en schuren die zijn aangesloten, de daken, al het water wat erop valt, dat verzamelen we hier. Om uiteindelijk de tulpen van water te voorzien. In die kassen gebruiken we helemaal 0,0 bestrijdingsmiddel. Ja. Dus dat maakt het wel super, super duurzaam. Alleen op het land. Alleen op het land. En dan komen we bij het enige dat de kwekerij wel duurzaam, maar niet biologisch maakt. Buiten op het land worden de tulpenbollen gekweekt. En hier kunnen ze nog niet geheel zonder bestrijdingsmiddelen. Hier worden dus de bestrijdingsmiddelen gebruikt? Ja. We hebben al een reductie van 90% van de bestrijdingsmiddelen in de teelt. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we met z'n allen moeten zorgen dat we hier over 50 of 100 jaar nog kunnen leven. En dat heeft niks met biologisch te maken. Want zit er niet een groter model in het biologisch zijn? Nee, op dit moment echt nog niet. Dan moet je een tientje gaan betalen voor een zakje van 5 tulpenbollen. Dan ben ik morgen biologisch. Ja, nee. Of niet? Ja, je hebt me gedist. Klaar. Dat niet vaak, hè? Ja, nee. Nice. Gedist en voldaan neemt Ayoub afscheid van Sandra en Siem. Hij gaat op weg naar het bedrijf van boer Nanko Lont, dat even verderop in Hippolytushoef ligt. Hey Ayoub, goedemiddag. Nanko, hoe is ie? Welkom. Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Nanko is een echte natuur- en vogelliefhebber en werd zelfs in 2021 door de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden uitgeroepen tot de vogelvriendelijkste agrariër. Hoe zit dat nou? Wij hebben hier op het bedrijf heel veel
diversiteit aan vogels, waar onder andere een kerkuil en die woont hierboven. Helemaal boven in de schuur, daar zit het uilenbord. Ja. En dat is de ontvangstruimte van de uil. En hij slaapt overdag boven in die ruimte. En hoeveel zitten er, weet je dat? Nou, er zit één koppeltje en die gaat dan broeden. En soms hebben ze 2 jongen en soms hebben ze 5 jongen. Maar hij is eigenlijk mijn grote muizenvanger. Ja, 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 ja. Dus ik ben heel zuinig op hem. Dus je bent de vogelvriendelijkste agrariër in de kop van Noord-Holland. Waarom? Waarom vogels? We hebben al jaren gehad dat onze kavels eigenlijk een beetje leger werden. En nu proberen we de vogels weer meer terug te krijgen. Meer kievieten, meer schollexters, fazanten. En we zijn zelfs bezig met patrijzen. We hebben 3 jaar geleden een patrijzenhagen aangeplant en een keverbank die daarbij hoort. Ja, ja, ja. En nu hopen we dat de patrijzen ook weer terugkomen. Maar Nanko is niet alleen goed voor de vogels. Ook voor de insecten zorgt hij goed. We gaan met de trekker. We gaan met de trekker. Om dat te bekijken neemt hij Ayoub mee naar het land. Hier heeft hij bloemrijke akkerranden aangelegd voor insecten zoals kevers, lieve heersbeestjes, zweefvliegen en sluipwespen. Deze natuurlijke plaagbestrijders doen zich te goed aan slakken, luizen en trips die hij zo min mogelijk in zijn gewassen wil hebben. Met name het gewas Artemisia is belangrijk. Waar is die Artemisia-strook? Dit is Artemisia. Oké, het lijkt een beetje op venkel. Dit is het oude van vorig jaar en dit is het nieuwe. Hij begint weer uit te lopen. En hier zitten dus heel veel lieve heersbeestjes in, sluipwespen in. En die zijn zometeen klaar om in onze suikerbieten en in onze uien, ook in onze pootaardappelen, gaan we ervan uit dat ze heel veel luizen opeten. Dus het gewas gaan beschermen? Het gewas gaan beschermen. Dus dan kunnen we met minder gewasbeschermingsmiddelen toe. Zie je zelf zeg maar van die bestrijdingsmiddelen afkomen? Als onze opvolgster daarvoor gaat, dan gaan we dat redden. Ja. Ik zie de toekomst in, ja. Ik denk als je langzaam richting biologisch gaat en de planten steeds meer, die wennen er uiteindelijk aan. Dus daar zie ik wel toekomst dus in uiteindelijk. Dus dan maak je die hele omschakeling en op een gegeven moment heb je het perfecte plaatje eigenlijk. Ja, ja. En je hebt de volle support van je vader. Dus dan wordt het op een gegeven moment wel biologisch. Dan worden we op een gegeven moment en wel duurzaam. En duurzaam. Ja, met biologisch is duurzaam. Maar wat is dan duurzaam zonder biologisch? Dat is een goede vraag. Ja. Dat is eigenlijk proberen om met veel minder chemie toch goede producten te gaan telen. Dat is duurzaam. Ayoub is onder de indruk, maar moet alweer verder. Hij vertrekt naar Annapallona. Hier heeft hij een afspraak met de 20-jarige Rick Schenk. Hi. Hi, ik ben Ayoub. Samen met zijn vader is hij bezig met het waterbeheer van de toekomst. Bedankt dat ik er mag komen. Want ik heb gehoord dat jij eigenlijk een soort van de waterkoning bent. Nou, zo erg helemaal. Nou, we zijn er wel heel veel mee bezig. Ja. We doen heel veel met water hier op het bedrijf. En leuk dat je daar even naar komt kijken. Laat me zien, want het is duurzaam. Ja, duurzaam. We doen heel veel met water. We vangen het water van het land op in de winter. Gewoon het regenwater wat valt, zeg maar. Ja, ja, ja. En dat vangen we op en dat slaan we onder de grond op in een grote zoetwaterbel. Oké. Okay. Hier zo op 20 meter diepte zit een bel met zoet water. En dan kunnen we dat water omhoog pompen, dit bassin in. En is er iets wat we kunnen zien hier? Of nou, deze zit vol met water, dus dat kunnen we eventueel even zien. Hoe kom ik daar dan? We kunnen hier op deze stijgen. Ja, ik ben niet zo groot, hè? Dus, nee, dat is ook zo. Het staat als het goed is redelijk stevig. Kijk. Hier gaat 1000 kub, 1 miljoen liter water zit erin. Okay. Omdat wij merken dat de zomers worden natuurlijk steeds droger. Nou, je hoort het overal. Dus, en op deze manier kunnen we onze gewassen met ons eigen water beregenen. Zeg maar. Kijk, heb ik hier een beetje water. Dan moet ik een minuut wachten. Je meet het stikstof. Wat is het doeleinde daarvan? Nou, als jij weet, je geeft dit water natuurlijk aan de plant. Ja. En als jij dan weet hoeveel stikstof er in dat water zit wat jij meegeeft. Hoef jij minder kunstmest mee te geven. Dus op lange termijn kan het goed zijn voor het milieu en voor het oppervlaktewater, zodat je minder loost, zeg maar. Kijk, een minuutje gewacht, zien we dat het best wel donkerroze is. Ja. Dus dat er eigenlijk best wel wat stikstof in dit water bevindt. Nou, hoe krijgen we dit water op het land? Nou, dat doen wij, tussen de gewassen? Ja, dat doen wij door middel van druppelirrigatie. Dat kan ik je wel even laten zien. Ja, let's go. Nou ja, dit is de machine waarmee we de slangen aanleggen.
Dit zijn de druppelslangen. Nou, dan zie je ook elke 30 centimeter zit een druppelaartje. Ja, ja, ja. Nou ja, deze machine gaat door deze buis. En dan leg je het eigenlijk overal tussen alle planten. Hij gaat in de grond? In de grond, ja. De aardappelen liggen er en de uien. Nou, dat zijn onze gewassen. En daartussen leggen we gewoon overal deze slangetjes. Omdat ze ook onder de grond zitten bij de wortels van de plant. Heb je minder nodig. Heb je bijna geen water nodig. En op die manier zorg je ervoor dat er niks verloren gaat. En dat je dus alles wat jij... ook echt de grond in stopt, dat het ook echt gebruikt wordt. Waardoor je, nou ja, duurzaamheid... Ik hoor dus voor het eerst, zeg maar, dat deze dus bij de wortel zit. Ik denk dat dat wel een veel efficiëntere manier is. En dus dat je minder water nodig hebt. Ja. Dus je waterverbruik minder. Water nodig. Je hebt echt bijna niks. Maar als je het vergelijkt met traditioneel, met een aanspoel gewoon, ja. Is dit echt veel minder. Nou, ik ga deze methode meenemen, dankjewel. Ja, serieus. Dik. Ja, man. Wat dikke trekker, joh. Ja, man. Dik, hoor. Hop, naar voren. Mijn grootste les was toch het druppelen. Want we hebben in Nederland toch wel dat water. Dan zie je ook dat we, als we dan te veel droogte kregen in de zomer, dat we dan in één keer minder water uit de kraan kregen en zo. Ja, dan denk ik dat zulke methodes, als we daarin verder gaan studeren en ons verder in gaan bouwen, dan denk ik niet dat we in zo'n nood moeten komen. Zo ver moeten laten komen, zeker niet. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer in Noord-Holland. De volgende keer ontmoet Ayoub een boer die zich bezighoudt met agroforestry. Boomkwekerij en ik had kippen erin en die werden elke keer gepakt door een buizerd. Ik zet net varken ertussen, ik heb geen last meer van buizerds. En leert hij van alles over het belang van een gezonde bodem. Klein wormpje. Hey! Iftar.